Dit is Joseph Kamati, uit Walvis Bay in Namibië. Recent kwam hij tijdens een kerkdienst in de gevangenis tot geloof. Sindsdien is zijn enige verlangen om voor God te werken. Daarom volgt hij met hulp van de GZB een theologische cursus, verslindt hij boeken en is hij zo enthousiast geworden dat iedereen het evangelie moet horen. Het afgelopen jaar hebben we met ruim 60 werkers in meer dan 20 landen duizenden mensen zoals Joseph kunnen bereiken met het evangelie. Mede dankzij jouw steun en gebed kunnen we dit werk doen. Zo krijgen we samen deel aan de verhalen van nieuwe gelovigen over de hele wereld. Nu is het tijd voor iets nieuws. Naast geven en bidden voor het werk van de GZB, kun je nu op een andere manier aan de slag voor mensen als Joseph. Wat je kunt doen? Je eigen grenzen loslaten. Misschien niet naar Namibië of Egypte, maar gewoon bij jou in de buurt. Door letterlijk verder te gaan dan je ooit bent gegaan en zelf een originele actie op te zetten. Nou, waar wacht je op? Start met het leegverkopen van die zolder, het rennen van die marathon of het organiseren van die buurtbarbecue. Met het online actieplatform hoeverga jij.nu kun je je actie makkelijk plannen, bekendmaken en laten slagen. Tijd dus om deel te krijgen aan het verhaal van toekomstige gelovigen als Joseph Kamati door zelf in actie te komen. Hoe ver ga jij?